zie wel echt verschil in de kilo. Dat is wel heel fijn. Het lot was ik zo verdrietig. Ik voelde me zo niet lekker in mijn vel. Sushi is dus heel slecht. We gaan even naar Willem. Ik wil dat thuis ook, maar het lukt me gewoon niet. Lotte en ik zijn nu twins. Ah, daarom, dit is onzin. Dit is zonde van ons tijd. Ja, oké. Okay. Ja, dit is mij nooit terug. Nah. Ik vind het wel heel vet om in één keer, boom, zo'n leuke collectie te lanceren. Kijk hoe niet normaal. Dit heeft zij allemaal... Hoeveel werk is dit? Ik bedoel, hier zit hij gewoon mooi. Charlotte is zo cute. Hallo jongens, welkom bij een nieuwe weekvlog. Oh, ik wil even zeggen. Je moet niet op maandagochtend, als je moe bent, een filmpje gaan kijken van een meisje die een golden ticket krijgt. Omdat ze zo mooi zong. En oh, van Holland's Got Talent. Hebben jullie dat gezien? Jeetje, het was niet eens helemaal zuiver, maar... Wat een emotie zit erbij. En ook hoe ze het editen met dat muziekje op de achtergrond. Halleluja. Ik ben echt heel aan het janken. Wat stom. In ieder geval, welkom bij een nieuwe weekvlog. Hallo jongens, school is uit. Ik ga weer veel staan naar de sportschool. Doei. Hallo jongens. Ik heb heerlijk gesport. Net had ik echt van die energieke ogen en nu weer heel moe. Maar ik voelde me er lekker bij. We hadden dus een vergadering om 3:15. En om 2:00 gaat de school uit. En meestal kan ik pas om 2:10 is de klas leeg. Maar nu ging ik echt om 2:55 gewoon. Zodra de kinderen de deur uit waren, ging ik snel achter de kast me omkleden. Oké. Okay. En om 5:00 liep ik naar beneden. In de auto was ik om 10:00 in de sportschool. En om 4:40 ging ik weer weg uit de sportschool. Oh, mooi. Ik heb letterlijk echt precies gewoon heel snel een kwartier weer een 1,5 kilometer heel snel gelopen. Dus dat is echt gewoon echt heel snel. En dat voelt heel lekker. Ik hou het zo van cardio, maar dat is wel echt goed voor me. Hebbel. Mensen zeggen, ik moet Moni niet zoveel laten zien. Sorry hoor, ik vind het zo vervelend, ik mag het zelf weten. Als ik iets nieuws heb of iemand nieuw heb, dan laat ik aan het begin vaak veel zien en zo. Dat vind ik gewoon leuk, boeiend. Hi. Maar, en daarna heb ik even een kwartier kracht gedaan. En ik kan letterlijk in een kwartier precies de kracht doen die ik wil doen. Maar gewoon echt geen pauzes, gewoon door, door, door. Weet je, het liefst 3 kwartier hoor. Maar ik dacht, beter iets dan niets. En nu voel ik me toch weer heel erg lekker. En ik was precies op tijd voor mijn vergadering. Dus ik kan natuurlijk ook niet elke dag doen. Want je moet natuurlijk ook met je collega's thee drinken en zo. Dat is logisch. Maar ik vind dat 2 keer per week kan prima. Dan ben ik 2 keer er wel, 2 keer niet. En zoals nu met de vergadering, dan zie je daarna alsnog je collega's. En dan is het alsnog gezellig. En ja, als het echt niet kan, dan 1 keer in de week of zo. Maar ik vind het echt lekkerder dan op mijn vrije donderdag of zondag te sporten. Dus ik voel me er heel goed bij. Nu ga ik tonijnburger maken van Ola Fresca. Tonijnburger met ravigottensaus. Ik doe zonder ravigottensaus, want ik ben al een beetje anders te veel van calories heen. En ik heb al extra calorieën door het sporten gekregen. Ik wil er niet overheen gaan. Goedemorgen allemaal. Ik ga naar mijn werk. Ik dacht, ik zeg eens goedemorgen. Ik heb mijn sweater dress aan. Raar dress. Het voelt niet echt als een jurk. Met zilveren sieraden. Nieuwe trouwens. Met leopard is dit. Echt super mooi. Wel best duur. En ik heb 7 uur geslapen ongeveer. Maar wel volgens mij in 1 keer door. Dus dat is heel chill. Vanmiddag heb ik weer zo'n intervisiebijeenkomst. Jee. Dus ik ga naar mijn werk. Doei. Ik moet weer komen. Oh jongens, aan mijn wangen kan je zo erg zien wat voor dag het vandaag was. Heel druk. Echt niet eens vervelend of zo. Maar ze waren druk. Ik zei ook, jongens. Niet normaal. Hallo. Ik heb het zo koud. Je bijeenkomst ging niet hoor. Mijn jas is nu helemaal nat van de sneeuw. Want ik ging dus mijn auto openmaken. Dus mijn hele stoel zit hier onder de sneeuw. Wat naar binnen waaide. Of wat naar binnen viel. En mijn jas is ook onder de sneeuw. Dus die versmelt nu. En dat is echt ijskoud. Sorry, ik ben echt aan het zeuren. Maar ik hou dus echt niet ervan als ik onderkoeld ben. Hier is het helemaal nat. Mijn hele stoel is nat. Waar ik op zit. En kijk, hier ligt allemaal sneeuw. Er is een pakket van ASOS afgeleverd hier geweest. Maar ik ga het nu echt niet halen. Ik hoop dat mijn auto een beetje warmer wordt. Meestal duurt het 10 minuten voordat de verwarming aangaat. Mijn gordel, alles is bevroren. En ik heb nu mijn jas uit. Het is echt te koud. En mijn hele auto is ingesneeuwd. Ik voel me echt een aansteller. Ik weet dat ik vorig jaar met de sneeuw iets had van, jongens, wat zeuren jullie allemaal? Het is toch leuk sneeuw. Maar toen moest ik gewoon op de fiets. Of tenminste lopen. Want fietsen kon niet echt 3 minuten lopen. En nu moet ik met de auto. En dan is het ineens wel wat meer gedoe.
En ik was gewoon al zo koud voor ik in de auto ging zitten. En toen was ik ook nog eens helemaal nat. En in de auto werd ik nog kouder. En toen was ik net weer... Had ik als het doek voor mijn raam het touwtje afgebroken. Dus ik kreeg het weer heel moeilijk op. Toen had ik het er eindelijk op. Toen was ik weer iets vergeten uit mijn auto. Had ik het er weer eindelijk op. Bleek dat ik mijn huissleutels was vergeten. Echt lekker warrig. Heel moe vandaag, want ze waren echt heel druk vandaag, had ik dat gezegd. Ik ben echt heel koud, gewoon echt nog veel kouder dan bijvoorbeeld op wintersport. Maar dat is, ik ben gewoon te koud gekleed met zo'n panty. Mijn handen zijn zo koud. Moet je trouwens kijken, joh, dit is gewoon voor mijn deur. Gewoon. Oh, wat sneeuw. Echt diep. Nou ja, jullie zullen het ook wel gezien hebben. Ah, gelukkig is het hier heel lekker warm en heb ik hier een bol. Hey! Jij hebt niks gezien van het weer. Zullen we even kijken naar de sneeuw? Hi! Zo grappig dat zoveel mensen het irritant vinden dat ik body laat zien. Nou, eigenlijk helemaal niet grappig. Vanmiddag ik nu een pak en denk, oh ja, dat vinden mensen er vervelend. Ik heb hele koude vingers. Bol! Ja! Kijk eens! Bolier sneeuw! Oh. Oké, goed verhaal. Ik had een hoesje besteld voor mijn iPhone, wat ik echt nooit doe. Ik doe altijd gewoon goedkope hoesjes. Maar het duurt zo lang voordat die binnen zijn en ik wil hem echt mooi houden. Dat is die screen protector, weet je, die best wel duur was. Dus ik heb dit hoesje gekocht. Ik vind hem best wel cute. Kijk, weet je, op Ali heb je ook geweldige hoesjes. Maar ik dacht, dan ga ik wel voor een hoesje die je niet op Ali hebt, weet je. Deze heb je echt niet op Ali, precies zo. Je hebt ook van die marmer hoesjes en die heb je bijvoorbeeld ook echt op Ali. Het voelt echt wel chiller. Het is alleen wel jammer dat dit hoesje is ook heel glad. En mijn telefoon zelf is ook heel glad. Dus ik heb echt er moeite mee dat het gewoon heel erg glad is. Dus ik hoopte... Ja, toevallig is dit gewoon ook weer een heel glad hoesje. Ik moet eigenlijk iets van een suède of een leather of iets. En dit is zo... Je laat het zo snel uit je handen glippen. Maar hij is wel heel leuk. Hij is van... was 15 euro, best wel duur. Silencia. En we krijgen trouwens ook twee hoesjes op de website voor iPhone. 678, 678 Plus en de X. Maar ik weet dus niet of de X ook op mijn X... SXR pas, maar dat ga ik zien als het binnenkomt. Goedemorgen jongens. Zo wit ben ik niet hoor. Hallo? Kijk hoe schattig dit is. Heb ik gisteren ontdekt. Maak ik dus een badje voor hem. Want hij wilde dus nog wel eens uit mijn waterglas drinken. En laatst ging hij in mijn glas vallen. Toen moest ik het water atten. Toen raakte ik helemaal in paniek. Ga badderen dan. Dat is mijn beeld licht. Oh, hij stond overbelicht. Oh, dat was wel mooi net, maar voor mijn hoofd is dit beter. Ik ben me aan het opmaken. Mijn huid is wel wat rustiger. Dit na dan. Hiervoor moet ik echt een crème halen bij de apotheek. Mijn broertje heeft dat ook. Maar ja, too busy. Bo, ga het badderen. Vond je? Oh, sorry. Ik eet optimaal Griekse stijl. En er is nu 1 kilo echt af, weet ik zeker dat het... Het gaat wel echt heel slow met verder eraf gaan. Maar dat er niet bij komt, denk ik. Behalve als ik natuurlijk heel gek ga doen. Maar niet dat het ineens de volgende dag er weer bij is. Ik denk dat er wel echt af is. En 1 kilo merk ik dus al aan mezelf. Dat is zo chill. Dus dat motiveert wel. Dat je denkt van, oké, het is maar 1 kilo. Maar het lukt dus wel om er iets af te krijgen. En het is er heel langzaam afgegaan. Dus ik zie wel echt verschil in die kilo. Dat is wel heel fijn. Nu ga ik eigenlijk weer naar het WFC. Ik wilde eigenlijk niet gaan dat ik volgende week ga in combi met een event. Maar ik heb zo erg zin om, nu ik dus Linda en Lot als model heb, dat ik meerdere dingen kan kopen dan alleen wat bij mij leuk staat. En er zijn weer zoveel nieuwe dingen, dus ik heb echt zin om even los te gaan, lekker veel. En ja, verder moet ik daarna orders maken en aan mijn weekvlog. En mijn haar is echt lang, joh, alsnog. Doei! Ik wil dit echt gewoon voortaan elke dag gewoon zo zorgen dat er zo'n bakje staat als hij los is. Dit is toch het schattigste op aarde. Hallo mensen die Wolly niet lief vinden. Hoe kan je dit nou niet leuk vinden, joh? Iemand zei van, je filmt je parkiet, maar we vinden jou al leuk genoeg hoor. Alsof ik Bolly film omdat ik mezelf niet leuk genoeg vind. Echt, geloof me, mijn weekvlogs zijn zo lang. Daar ben ik echt niet bang voor. Ik vind dit zelf gewoon zo cute. Oh, dit is zo'n mooie vogel. Het is gewoon een natuurdocumentaire. Oh, je bent zo lief. Sommige mensen houden dus... Laat even weten, geniet jij van dit wat je nu hier ziet? Sommige mensen houden gewoon niet van vogels. Sommige mensen houden helemaal niet van dieren. Ik snap het echt niet. Het is toch het meest cute ever. Zie ik hem op dat hij erin gaat springen. I love you. I love you. Je bent echt mijn zoon. Ik heb wat ik wil.
Molly? Molly. Lekker badderen. Lekker badderen. Lekker badderen. Ga lekker badderen. Ik ben trouwens zo blij met mijn haar dat het korter is. Ik vind het echt heel leuk. Zo leuk dat ik zelfs echt denk van, oh, ik zou het zo ook wel leuk vinden. Maar het groeit bij mij altijd als het geknipt is zo snel. Want volgens mij was het echt dit vorige week. Ik voel me echt wat lekkerder in mijn vel. Daar ben ik zo blij mee. Ik zie er wel echt moe uit. Ik ga nu even me aankleden. Oh, hij is nog overbelicht. Even snel. Meestal doe ik gewoon echt lekker zo'n zwarte joggingbroek aan die eruit ziet als een broek gewoon. Dat blijft wel echt wat slecht. Ik mag dus terug, maar ik wil eigenlijk... En ik heb natuurlijk weinig tijd, maar ik wil ook eigenlijk niet terug. Ik heb iets van, ik laat het liever even groeien dat het niet meer opvalt. Dan dat het weer verpest wordt of iets. En ik vind het nu niet zo erg meer. Ik kan het alleen nog steeds niet in de staart dragen. Maar na een tijdje, weet je, dan is je haar gegroeid. En dan zie je niet meer dat het slecht geknipt is. Maar qua een beetje een laagje en de lengte vind ik het wel echt leuk. Maar ik blijf bij mijn punt hoor, dat het niet goed geknipt is, echt waar. Het is gewoon... Heb ik dat al laten zien? Ja, het is nu al beter. Het is nu al veel beter. Maar zie je... Nou, ik zou het nu al in de staart kunnen dragen. Wat grappig hoe dat dan snel groeit eigenlijk. Het is gewoon niet mooi afgewerkt. Ik zou het nog even niet in de staart doen. Zie je het? Ik zei een soort hapjes. Maar verder is het voor nu prima. Ik voel me echt beter. Dat is zo fijn. Lot zou ook al. Ik merk aan je dat je wat fijner je vel voelt. De keer dat ik bij Lot was, de laatste keer, zat ik echt niet goed in mijn vel. Ik keek gewoon naar mijn gezicht en ik dacht, het is gewoon niet wie ik ben. En ik wist niet wat het was, maar misschien was het die ene kilo. I don't know. Ik vind dat ik er gewoon weer meer als mezelf uitzie. Ook wat mijn gezicht wat beter, mijn huid, alles. Ik heb trouwens een droogshampoo gebruikt. Die ik had laten zien, weet je wel, aan jullie in de shoplog zondag. En ik deed in mijn haar best wel van een afstand en mijn haar werd helemaal wit. Ik dacht, jeetje, wat is dit een slechte droogshampoo? Maar toen ging ik dus zo doen en daarna uitborsten. Het is nog wel een beetje dof, maar dat vind ik best wel leuk eigenlijk. Maar hij is goed, maar hij was heel vet. Maar ik dacht, oké, ik ga het niet nu wassen, maar vanavond. En het is nu gewoon niet meer vet. Dus het leek echt alsof ik gewoon shampoo in mijn haar heb gespoten. En het gewoon het vet weg is. Dat ik echt denk, wow, hiermee kan ik mijn haar wassen echt gewoon 3 dagen uitstellen of zo. Dat vind ik wel heel chill, want het zit nu gewoon goed. En het scheelt zoveel werk met weer opnieuw stylen en wassen. Oké, doei. Oké, jongens, wow, ik voel me zo chill gewoon weer. Het is echt nog helemaal niet dat ik nu eruit zie zoals ik er wil uitzien. Want ik wil echt wel wat afvallen. Maar ik voel me nu gewoon wel weer mezelf. Het is zo raar. Ik weet niet of ik dat überhaupt echt aan jullie verteld heb. Maar met Lot was ik zo verdrietig. Ik voelde me zo niet lekker in mijn vel. En als ik nu naar mezelf kijk, denk ik gewoon van ja. Ik ben nu wel gewoon een... Zoals ik mezelf voel, zo zie ik mezelf nu ook gewoon, weet je. Ik weet niet of het ook... Tuurlijk, toen had ik ook net mijn haar geknipt. En of het ook doorkomt dat... Ik zat daarvoor al niet zo lekker ook... In mijn vel gewoon. Maar ook natuurlijk omdat mijn haar zag er niet uit. En aangekomen. En ja. Nu voel ik me gewoon wat frisser of zo. Gewoon wat meer mezelf. En dan voel ik me gewoon lekker. En ik ga gewoon zo lekker door het WFC wandelen. Ik wil mijn outfit laten zien. Maar ik kan niet. Deze trui is echt heel chill van ASOS. Hij is er zo een beetje uitgelubberd. Maar vind ik niet zo erg. Nu voel ik me gewoon weer fijn. Dus dat is zo fijn. Dus ik ga ook echt door met deze manier van eten. Dit is makkelijk vol te houden. En nu moet deze dus even komen, want hij is vandaag weer een beetje brutaal. Bolly, ik ga. Oh. Bolly. Kijk maar even naar jezelf. Kijk, dit ben jij. Kom maar. Oh, niet stout doen. Nee. Niet leuk. Jongens, ik kom net thuis. Oh, ik moet altijd stoppen met filmen als ik echt net thuis ben. Even zo. Oh. Ik heb echt een record uitgegeven aan mijn webshop. Hierachter het sushi. Ik heb sushi gehaald één keer. Het is pas 5:05. Oh, wacht even wat hij hier zegt hoor. Hotel. Die plank. Ik heb Lilla mee mogen gestuurd. Ik zei, ik voel me zo gelukkig vandaag. Ik ben zo happy. Mensen zijn ook zo vriendelijk dan. Merk ik altijd. Dus iemand blij uitstraalt. Echt, ik straal gewoon. Ik ben zo blij vandaag. Ik voel me echt intens gelukkig. Ik heb een gestoord bedrag uitgegeven. Bij iets van 6 groothandels in totaal. Het is zo geweldig. Ik kan gewoon echt een collectie gaan lanceren nu, zeg maar. In de hoeveelheden die ik heb ingekocht. Echt eindelijk gewoon geweldige dingen. Vandaag was zo'n goede dag om erheen te gaan. Ik ben zo blij dat ik gegaan ben. Wow.
Ik hoop echt dat ik zaterdag, ook met Lot afgesproken vandaag, dat ik zaterdag met Lot kan gaan shooten. Dat het weer een beetje mee zit en dat ze er zin in heeft. Ik denk dat ik heel veel ook zelf kan shooten. Ik ga straks echt naar boven. Ik ga al die items bekijken. Ik weet niet hoe ik het ooit in mijn huis ga laten passen. Want het is zoveel. Ik ga jullie straks wel even wat laten zien. Het is echt geweldig. Het zijn zulke geweldige dingen. Ik weet zeker dat mensen die me volgen bij Komo echt gaan zeggen van... Oh, excited. Het is echt zo leuk. Hallo jongens, goedemorgen. Sushi is dus heel slecht. En ik wist dus niet dat het zo slecht was. Want ik ging misschien zo'n calorieën invoeren en het was iets van 2000 calorieën bij elkaar. Het is echt gestoord. Echt één handroll is al 200 calorieën. Dus dat is misschien wel de reden waarom ik dik stevig ben. Omdat ik zo vaak sushi at. Maar ik heb nu al heel lang geen sushi gegeten hoor, dus dat is niet de enige reden. Maar goed, dat is dus iets wat ik niet meer te vaak eet, gelukkig. En ga het doen ook. Ik was meteen ook een halve kilo zwaarder, maar ik geloof niet dat dat eraan blijft. Ik denk dat dat er wel afgaat. Ik ga nu dit eten en vanmiddag dit. Hey jongens, ik wil weer even zeggen, ook als een soort van motivatie naar jullie, dat ik naar de sportschool ben geweest. En best wel lang. Ik heb het ook even op Insta gedeeld, ook bij wit. Ik ben helemaal kapot. Ik heb echt super kort geslapen. Ik ben ook heel rood, als je kan zien. Ik ben echt heel hard getraind. Goedemorgen jongens. Ik ben echt lang wakker al. Het is nu 10:30. Vroeg hè? Voor mij noemen, in het weekend. Ik ging gisteren, ik zei tegen Lot, ik ga naar de Voice naar boven. En dan ga ik daar eventjes alles klaarmaken voor morgen. Want we zouden dus wat later afspreken. Maar het gaat om 2 uur regenen en misschien dus wel iets eerder. Dus Lotte is om 10:30 op het station. En dan hebben we hopelijk 2 uur om te shooten. Want er is echt heel veel. Maar het huis was echt... Gisteren 2 uur lang ben ik boven geweest met alles opruimen. Want het was zo'n hectische week dat ik gewoon geen tijd had om alles te ordenen. Dus alles ziet er nu super netjes uit. Setjes zijn ongeveer klaar. Accessoires klaargelegd. Het is netjes. Ik heb net gedoucht. Ik heb hier beneden stop gezogen. Want het was echt gewoon een zooi. Niet heel erg zooi, maar het kon gewoon even niet. Ik was er even gek van. Ik eet nu een half bakje optimaal Griekse stijl. Dat gewoon boosjes. Wolly is ontzettend onrustig. Ik ben even aan het opmaken. Ik ben dus best wel wit nu, maar deze poeder is dus echt gewoon perfect. Ik moet er niet te veel op doen, dus zo is het genoeg. En dan moet ik even opschieten. Ik heb nu echt 20 minuten. Het is trouwens al bijna 10:45. Dan moet ik ook nog even snel... Ik doe even joggingkleren aan of zo, want ik ga ook op de shoot. Dus even snel opschieten, maar... Ik was dus echt om 8:30 wakker, maar ik moest te veel in huis doen. Dus even wat korter voor de make-up vandaag. Maar goed, hopelijk komt het wel mooi voor de shoot. Lotte is er! Hallo. Oh. Ik denk je filmt mij. Dat nou, dat is we gaan even naar Willem. Kijk. Hier is Lot. Ik had het nog niet op mijn vlog verteld. Dat ik dus gisteren... Waar is je vlog van deze week trouwens? Ja, die komt morgen. Hoop ik. Ik heb nog 1 dag. Dat is gisteravond hier dus alles netjes gemaakt. Oh, dat had ik wel verteld. Kijk jongens. Dit gewoon allemaal, Lot. Allemaal nieuw. Ja, het ziet er echt wel mooi uit, ja. Geweldig, hè? Je had natuurlijk al een video ervan gestuurd ook. Ja. Nu moeten we even kijken met welke we gaan beginnen. Ik hou echt van jouw bakjes en laadjes systeem. Het is lekker, hè? Wel georganiseerd. Ja. Ik wil dat thuis ook, maar het lukt me gewoon niet. Nee, dit is gewoon ideaal omdat het hier met die schuine wand, die zo stom is. Ja, en ik hou er ook zo van dat die laadjes zo perfect in die kast passen. Heerlijk. Maar dat is zeker allerlei IKEA, of niet? Nee, dat is van de Action. Echt? Maar eigenlijk past het niet perfect, want er kan nog iets naast. Ja, oké, maar... Een mapje of zo. Wel echt niet heel, zeg maar. Ja. Kijk, ik vind deze 2 tasjes dus geweldig. Nieuw voor erbij. Cute. Met welke willen we beginnen? Ja, gaan we nu allebei een outfit aandoen? Ja, want oh my jij God. Had zeg maar... Dit was een beetje voor jou. En ja. Vanaf hier had je voor mij. Ik vond tot hier is het van Charlotte. Ja, jij zegt, ja, dan doe ik een beetje cool en jij een beetje ja, warm. Ja, maar dit is meer cool. Maar dit is warm. Ook hartstikke cool. Ja, maar ik dacht, ik heb deze al in paars aangedaan. Dus kan jij, ja. Ik heb een beetje zo gedacht van dat elk dubbele item in een andere kleur op 2 personen wordt geshowt, snap je? Deze kleur staat mij niet en jou ja, wel. Ja, paars wel. Dus ja. Ik dacht, ik doe de paars en jij hebt de beige versie. Ja, dus dat is wel leuk. Is goed, ja. En ik heb hier, jij hebt deze een beetje wat warmer, hè? Ja, deze. En ik heb dan deze, zit je? Ja, die vind ik ook heel leuk. En ik heb de grijze en jij hebt dan deze. Dus dat is wel grappig. Ja. Oké, okay. Waar maar, beginnen we mee? Nu nog geen broeken dan, dus alleen de trui. Ja, ook een broek erbij, want dan is de hele look van, kom maar. Ja, alleen we gaan natuurlijk wel portretfoto's maken. Ja, toch? Maar dan heb je hem wel dus aan. Dat maakt voor de schoenen en zo niet uit. Nee. Nee. En misschien wil je voor jouw Insta nog wel even ver af foto's. Oké, okay, waar beginnen we mee? Dezelfde aandoen?
Ja, deze vind ik het leukst. Hier ben ik het excited over. Zullen we dan met die beginnen? Want dan weten we zeker dat we die hebben. Of wil je eerst, moet je eerst in de mood komen en dat we dan als tweede deze doen? Maar laten we beginnen met deze grote. Jij de paarse gaan. Die, nee, links. Deze? Ja. Okay. Denk je dat die kleur jou staat? Ja, toch? Ja, deze staat mij in. Dan doe ik deze. Deze zijn echt huge. Te cool, maar ik denk dat het wel kan. En dan moet je hier kijken welke broek erbij hoort. Dat heb ik uitgezocht. Deze broek had ik erbij. Ik dacht, dat is vet heftig. Maar... Ja, ik geef altijd schokken. Denk je dat dit te heftig is? Ik vind het dus... Oh my god, ik zou dit zelf nooit dragen. Oh, dan gewoon een zwarte misschien. Nee, ja, ik wil het wel voor jou aandoen. Zeg nee, maar, doe dan maar een zwarte. Ik vond het leuk om een beetje heftig... Deze gewoon? Ja. Ja, vind ik wel ook mooier. Wel heel heftig. Maar dat, ja, omdat het zo glitter en sterretjes is. Maar ik doe het voor jou. Of wil je gewoon de zwarte broek? Welke zwarte? Gewoon die flare die jij eigenlijk aan die. Moet. Maar welke doe jij aan dan? Ja, deze is mijn maat. Maar dan kan ik hier nog kijken of er nog één in jouw maat is. Nee, ik wil wel die met sterretjes hoor. Oké. Okay. Dat kan ik wel aan. Oké. Okay. Nee, niet weer rennen, Lot. Lot en ik zijn nu twins. Ik ben net allemaal hele leuke filmpjes op Instagram aan het plaatsen. Dus mocht je me daar niet volgen op komen. Superleuk. We hebben dus nu de twin trui aan. En ik heb dan een beetje de koelere versie en Lot de warmere. We gaan nu kijken of we een duo foto kunnen maken. Dat zou echt te cute zijn. Ja, als je hem daar zit is het wel goed hoor. Ja? Moet ik dan filmen dat we het eruit kunnen knippen? Dat is niet mooi. Nee, ik zou hem dan op... Haar vast? Het is te hoog. Nee. Nee. Oh, jawel. Daarom, dit is een onzin. Dit is zonde van ons tijd. Ja, oké. Okay. Het was wel een leuk idee, maar het werkt niet. Ja. Oké. Okay. Ik vind de twin trui echt het leukst. Ja. Nee, jij hoort aan die kant. Oké. Okay. Kijk, we hebben nu dus weer twinning aan. Twinning is winning! Het is wel leuk, want deze kleur zou mij ook staan en deze zou jou ook wel staan. Ja, nou... Blauw niet? Dat weet ik niet. Nee, deze blauw staat mij zo goed. Ja, maar dat komt echt omdat je een beetje bruin bent voor jezelf. En die, ik had dus net een groene trui. Oh, ik bevries. Ja, het is echt niet meer leuk. Ik had dus net een groene trui aan, jongens. En dat vond ik leuk. Zag thee? Ja, ik wil ook thee. We moeten nu echt opwarmen. Koffie, toch? Ik heb het niet echt nodig. Ik ben niet echt moe. Ik vind je ook helemaal niet tuf. Jij bent volgens mij nooit tuf. Nou, als ik met jou ben, weet je niet. Maar ik vind dit echt heel mooi staan. Ik wil deze heel graag zelf. Ja, die moet je... Maar heb jij niet laatst zoiets van de ASOS gekocht? In dezelfde kleur? Oh ja, een blauwe. Een nieuwe trui. Maar die had ik teruggestuurd in een andere maat. En die heb ik gisteren weer binnengekregen. Maar dit is toch anders. Dit is denk ik echt sexier. Een van jouw koningskleuren. Ja. Dat meen ik serieus. Deze staat je echt geweldig. Als ik dit in de zomer aan doe, wordt het echt heel mooi. Ja, dan ga je lekker in de zomer met een trui aan. Ja. Maar ik had dus ontdekt dat bijvoorbeeld felgroen en zo, maar echt heel leuk stond. Ja. En dat wist ik dus niet. Ja, maar wel het coole. Niet het neon, zeg maar. Nee, ik hou niet van neon. Nee, meer dat appeltjesgroen, weet je wel? Ja, echt appelgroen. En Lotte is het echt een zuurstokje. En ik hoop dus dat de postbode nog niet geweest is. We hebben trouwens ook deze... Het zou echt super stom zijn als hij nu is geweest. Echt jammer dat ik deze sneektas er niet bij had, Lot. Kijk hoe leuk de combi is. Ja, maar ja. We hebben nu ook al heel veel leuke shots, joh. Ik wil deze sneektas ook hebben. En Lot had heel leuk die bruine sneek erbij. Zo cute. Oké. Hey, mijn ogen zijn heel blauw hier. We zitten nu. Ik heb een beetje weinig vroeg, maar ik heb echt heel veel leuke stories geplaatst. En we hebben ons eten echt heel snel gekregen en we zijn zo ontzettend aan het genieten, want we hebben echt het verdiend. Ik heb een broodje zoom. Dat is eigenlijk een beetje mijn ontbijt op een paar hapjes sna. En Lotje carpaccio. En we hebben munten. Echt super lekker. Maar een dekentje. Lotte, dit wel even de voice over. Oh, no. Net voor jou. Oh, schattig jij met je kussentje. Moe. Ja, ik ben ook echt moe, joh. Ik blijf maar doortetteren. Ja, jij bent wel echt iemand die nooit ophoudt met praten. Kan ik dus wel, maar ik kan het dus nu niet. Waarom niet? Weet ik niet. Wanneer kan je het dan wel? Op wat voor momenten? Dat duurt te lang. Ik denk alleen als ik iemand heel vaak zie, dat ik dan gewoon stil ben. Dat je niks meer te zeggen hebt of zo. Ja. Was je bij Ruben? Nee. Ja, bij Ruben was ik altijd stil, hoor. Ja? Dat had ik gewoon mijn mond urenlang. Mensen denken dus dat ik nooit stil kon hebben, maar dan kan ik echt makkelijk. Maar nu ben ik pas moe, nu ben ik... Oh my god. Ja, ik ben ook weer moe. Oh my god. Maar dat komt omdat we zitten nu onder een dekentje en we hebben het lekker warm nu. Maar ik kak nu pas in jou ook, hè? Gapen en tranen. Ja. Waarschijnlijk als ik straks in de auto terug naar huis zit, dan zit ik echt... Dat... Gelukkig dat je wordt opgehaald, zeg. Ja, fijn. Nou, Polly. Goed materiaal dit. Ja. Polly, kom je nog eventjes? In bad. Ja, en even hoe je zit op je vlog. Wow, kom je in bad? Kijk, ik heb wel een badje voor jou daar. Waar is de bolle? Jongens, ik ga jullie gewoon even de Insta-stories van vandaag laten zien, want ze zijn zo leuk. Ik kan ze er ook gewoon invoegen.
Nee. Want ik doe nooit dingen die veel werk zijn. Nu gaat het even herrie worden. Ik wil het echt even laten zien namelijk. Ik word er helemaal blij van. Zo, alles aan het klaarleggen. Duim alsjeblieft voor ons dat het morgen niet de hele dag gaat regenen. Want dan kan er morgen lekker geshoot worden. Doe eens normaal, Charlotte. Oh my god. Oh my god. Ja, oké. Okay. Wij zijn shooten voor de webshop. En de volgende... Huh? Hij doet een beetje raar met het geluid. En de volgende. Oeh. Oeh. Pretty. Ja, dat oeh is echt heel irritant. Twins. Ik ben de coole. Coole twin. En jij de warme twin. De hete twin. Wat irritant om mijn eigen stem te zijn. We zijn weer aan het twinnen. Ik heb deze aan. En Lotte is nu aan het omkleden. Dus ik ga nog niet de camera wisselen. Zij is hem bijna aan. Oh, er komen nu allemaal mensen aan. Top. Mensen er klaar voor? Gaan switchen. In beeld. Oh, cute. Heel is leuk. Is de zuurstok? Oh, ben je cute. Ja. En ik ben de mensen denken soms echt, wat doet zij overdreven? Maar zo ben ik gewoon echt. Ja. Ik het was het al. Ik was switchen van ja, maar het komt zo over. Ja, maar je bent ook niet de hele dag. Kijk hoe rood is. Nee. Ja. Nooit op een neppe manier. Ik ben ook niet heel erg gelukkig. Nee. Dan kan de show fotoshoot weer doorgaan. Ik vind het leuk dat ik dit film, maar ik vind het zo cute. Wie is er ook weer? Oh, jij. Ja. Kom er maar staan, lady. Lady. Oh, ja. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. En daar zijn we weer. Ik heb echt veel gekregen. Jongens, kijk wat ik aan heb. Mensen gaan echt blij zijn, want ik heb nooit zoiets aan. Wat heb jij aan, Lot? Een hele mooie trui. En een hele leuke broek. Leuk. Eindelijk echt leuke dingen. Oké, voor nu zijn wij klaar. We hebben echt super veel leuke foto's gemaakt. Ik hoop stiekem dat het vanavond al online gaat ja, komen. Ja, ik ook. Ik vind dit echt heel leuk staan, deze grote trui. Oh. Ik ga met een lunchje. Deze foto. Nu hebben we wel verdiende lunch. Lekker. Wat gebeurt er daar? Body leuk, hè? Ik vergeet weer helemaal te vloggen. Sorry, ik zie er niet uit. Ik heb alles weer afgepookt en ik ben zo wit als wat. Maar de nieuwe collectie staat live. En ik ben gewoon net zo blij als toen ik mijn allereerste kleding ooit online zette. Dit is zo gaaf. Dit is zo te gek. Ik heb morgen met Lynn ga ik nog iets van 4 dingen shooten. Maar ik dacht, weet je, dit is nu gewoon echt een collectie. Ik ga het nu online zetten. Mensen waren zo excited. De site is echt overvol bezocht. De items zijn zo top. Het wordt steeds beter. Het is echt al over 8. Ik heb echt... als een gek zit te werken. Ik dacht, ik ga zeggen, over een uur komt u online. En toen was ik al een uur bezig. Toen dacht ik, nou, binnen een uur moet het echt wel lukken. Maar het was nog vet erg stressen. Dus ik ga nu nog 1 keer alles checken of alle beschrijvingen goed zijn en zo. Ik heb heel snel even deze sla gegeten. Wat eigenlijk ook nog, wat ik had eten als voorlotte kwam. Dus ik ga zo nog even nog iets eten, want ik heb vet veel honger. Maar ik ben zo excited. Kijk dan, dit is toch gewoon niet normaal amazing. Kijk al deze kleuren. Kijk al deze kleding. Dit is echt, ik vind het wel heel vet om in 1 keer, boom, zo'n leuke collectie te lanceren. Ik vind het zo geweldig. Ik ben zo excited. Echt, ik ben gewoon door het dolle. Ik ben gewoon zo blij. Oh my god. En nu moet ik aan de slag met alle orders die nog open stonden, want er zullen er heel veel meer bij gaan komen. Ik heb dus die flirtbroek aan, die snake. En het staat dus gewoon echt super leuk. Deze had ik gisteren weer in het groen geshoot. Die gaan we nu nog in het paars. Ik zei, ik doe even 1 lookje. Want ik vind het gewoon zo leuk staan. Maar mijn gezicht vind ik gewoon echt... Je ziet het. Het is gewoon, ja, dood. Maar hoe leuk. Oh, je kan het nog steeds niet zien. Ik vind altijd dat het mijn benen heel dik maakt. Maar het staat serieus echt super leuk. Hij is ook echt fijn. Je hebt helemaal geen hier problemen met camel toe of zo. Echt zo leuk. Echt ideaal ook als je net als ik... Ik bedoel, hier zit hij gewoon mooi. Ja, qua buik zo is het chill. En qua benen is het chill. Het is echt de ideale broek. Ik ben ook heel benieuwd hoe je juist bij Lynn gaat staan. Kijk hoe leuk dit staat, joh. Perfect. Ook niet bij de kuiten strak, wat sommige flirts hebben. En qua lengte is hij echt fantastisch. Dit is wel echt een geweldig. We hebben deze dus ook in bruin. Die gaat Lynn dan aan. En dan ga ik deze aan doen. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk staan. Cool, hè? Zien jullie me eens in wat anders? Oké, okay, Lynn is er. Ik heb dus deze look. En hier hebben we de look van Lynn. Super mooi met beige. Ja, de schoenen. Nou, ik denk dat ik een lichte schoen leuker vind, maar het staat wel. Ik
Kijk hoe leuk. Kijk, dit is een off-shoulder model. Echt super mooi. Nu zien jullie dus hoe het bij haar staat en bij mij. En dus twee verschillende broeken. Oh, Charlotte is zo cute. Nou, even Linda vlogs hoor. Even kijken of het... Dit is de omgeving. Mag de omgeving erop? Ja. Hier, dit lijkt ons wel een mooie plek. Kijk hoor, portret. Ja, het is wel mooi. Voor het fort. Of aan die kant. Oh, het is wel koud. Je gaat eerst jij. Je moet echt op de site kijken, want met haar hoofd erbij is het echt leuker. Maar deze trui staat bij Lynn wel echt het allerleukste, vind ik zelf. Gewoon, we zeiden al, het is gewoon echt een normale, een normaal iemand die een hele leuke trui heeft. Niet super, zoals die flare pants, heel overdreven of iets. Gewoon echt dat je, ja, dat iemand gewoon zegt van wow, wat heb je een leuke trui aan of zo. Kan niet hoger. Dus ik ga nu even een riemwissel doen, want we hebben nu dus ook riemen. Oké, het ging heel hard regenen. Het is nu trouwens alweer gestopt, maar het is wel donker. Maar we hebben geen, tenminste donkere wolken. Geen zin meer, maar Lynn wilde dus helpen met orders maken. Echt superleuk. Dus ik ga haar nu dus laten zien hoe ik het doe. Dus ik heb net alles verzameld en Lynn heeft net dus alles opgeruimd. Lynn is wel de best ever. Het is hier gewoon weer helemaal netjes. En nu ga ik even ademen. Nu ga ik even laten zien hoe ik het doe. En waarschijnlijk doe ik het één keer voor en weet ze dus al hoe het moet. Want het is wel echt super georganiseerd. Dus dat werkt wel fijn. Dus ik ga het nu dus vertellen. Maar het vervelendste onderdeel is dus het label schrijven. Dus dat ga ik nu eerst uitleggen. Nee, want het lijkt misschien niet... Oh nee! Molly. Heeft hij het verwerkt? Oh, we zijn echt super hard bezig. Maar Bolly was dus beneden en hij kwam niet. Dus zeg ik, oké, dan niet, Bolly. En let, ik hoor hem vliegen. Dus ik zeg tegen Lynn van, ik moet naar beneden. Ik ga hem even pakken, hij wil naar boven. Is hij ineens hier? Deze kleine. Hij is gewoon zelf naar boven gevlogen. Ik ben zo trots op hem. Weet je hoe moeilijk het is om hier vanaf de trap... Hij is serieus vanuit de woonkamer zo door de gang gevlogen naar boven omdat hij ons miste. Nou, echt mijn hart smelt. Ik ben nu al 5 minuten zo trots op hem. Ik lijk echt... Het is echt niet overdreven, want het is echt... Ik lijk echt een debiel. Maar het is echt vet knap voor een vogel om überhaupt omhoog te vliegen. Hey Siri, heeft me gehoord. Polly, ik ben zo trots. Ik zie geen app die hart smelt gehoord heet. Hart smelt. Je zou even in de App Store kunnen zoeken. Hart smelt. Ja, hij gaat heet op je toetsenbord zitten. We hebben al bijna 20 orders verwerkt. Jongens, dit is niet normaal. Ik heb dus de labels. We gingen eerst alle dingen doen met mensen zonder track and trace. Dus schrijven en dan zei Lynn wat ik moest pakken en bla bla bla. En toen gingen we van taak wisselen. Toen kwamen alle track and trace dingen. Dus die moest ik allemaal nog invoeren. En nu besef ik me hoeveel werk het invoeren van adressen is. En ik heb niet eens de labels nog geprint. Want we waren precies tegelijk. Ik ben nu klaar met labels printen. 24. Ja, 2, 1. Ik ben nu klaar met labels printen. Kijk, dit gaat nu hier in de bak. En Linda is nu klaar. Moet je kijken wat Linda heeft gedaan. Kijk dan. Ze heeft letterlijk alles voor me klaargelegd. Hoe is de volgorde? Zo? Ja, zo en dan deze twee als laatst. Dus zo, zeg maar. Ja, zo. Nee, zo. Nee, dit is zo, één, zo. Eén, rij en dan... Begint hij weer hier. Twee, drie en dan die. Ja. Kijk hoe niet normaal. Dit heeft zij allemaal... Hoeveel werk is dit? Dus hoe lang doe ik over die labels klaarzetten? En ik deed het echt niet slow, maar het is gewoon heel veel werk. Oh my god. Mag ik pas eten als ik dit allemaal heb ingepakt? Ja. Ja. En nu ga ik dus alle labels printen. En dat is ook best wel veel werk. Maar dit is echt zo chill. En deze heeft ook heel goed geholpen. Jeetje jongens. Lynn wilde dus graag die nieuwe trui met die panter. Ik zeg nou, die trui krijg je van me. Want zij heeft me zo hard geholpen. Dat is echt nog... Weet je, het is natuurlijk helemaal niks één trui. Maar het is gewoon mijn beste vriendin. En ze zou er nooit iets voor vragen. Ze verwacht ook echt niks. En, maar ik vind het... Dat is zo waardevol. Sowieso is Lynn echt gewoon de beste vriendin die ik me kan wensen hoor. Zij staat echt altijd voor me klaar en echt wil me met alles helpen. En ze merkt dat ik even heel veel stress had hiermee. We hebben iets minder foto's gemaakt vanwege de regen. Ze zegt gewoon, zal ik je helpen met orders maken? Want ik ben ook wel benieuwd hoe dat is en zo. Nou, ze heeft nu ook wel gemerkt dat het wel heel zwaar is. Maar we hebben denk ik echt, nou zeker 1,5 uur hier gewoon lopen werken. Als een gek. 48 orders. En moet je nagaan dat... Niels... Een jongen... Verschillen denk ik. Moet je nagaan dat... Ik was dus de labels aan het printen om dus deze dingen te krijgen. Nog niet eens aan het printen, hè? Bolly. Ik was niet eens aan het printen. Ik was gewoon puur aan het typen. En het ging dus net zo snel alsof zij alle orders aan het maken was. Dus anders had ik nu dus alle spullen nog moeten gaan zoeken. En nu kan ik het hier gewoon van de grond pakken. En meteen inpakken. Asma. Bolletje. Kijk, hier ligt het klaar. Voor Asma. Zo chill.
Het scheelt mij zoveel werk. Wauw. En het is nu dus wel al 6:30. Dus ik denk dat ik... Ik denk dat ik in 1/2 uur wel klaar ben. Dat ik om 7:00 wel klaar ben. En dan kan ik dan dus gaan koken. En dan kan ik dus 7:30 eten. Oké, het is wel echt laat. Ik heb wel echt een hele korte avond. Ik had niet alles nu hoeven doen. Want ik ben nu echt al bezig met dingen die pas 2 dagen geleden besteld zijn. Maar het begint de week zoveel lekkerder. Ook omdat er nu weer nieuwe dingen online zijn gekomen en het misschien weer drukker wordt. Het begint zoveel lekkerder de week. Dat ik niet... Ik vind orders maken echt heel leuk. Maar als er zoveel open staat, is het op een gegeven moment gewoon niet meer leuk, weet je? Dan geeft het je gewoon eigenlijk alleen maar een soort van druk en stress. Dus het is, daarom zei ik ook tegen Lynn, ik ga nu niet naar beneden. Ik ga het nu afmaken. Dat ik gewoon op 0 het heb staan. En dan is het ook weer leuk dat je denkt van... Oh, morgen kom ik uit mijn werk. Oh, er is een order. Ik ga even een order maken, weet je wel? Want ik vind het orders maken is op deze manier natuurlijk gewoon... Nu ben ik gewoon echt... Het gaat nu zo goed dat het eigenlijk natuurlijk... Om in je eentje te doen gewoon eigenlijk te veel werk is. Maar ik denk niet dat het zo hard blijft gaan als nu. Dan zou ik echt iemand moeten hebben om me te helpen. Maar dat kan niet. Dat kan echt niet. Dat kan ik niet betalen, zeg maar. Oh, sorry. Jeetje. Hier, iemand heeft helemaal naar België €9,20 betaald om deze leuke sjaal te kopen. Ik vind dat altijd wel een soort van eer of zo. Dat ze denken van, wauw. Dat iemand gewoon helemaal vanuit België een sjaal laat komen. Marjolein. Ik neem aan dat dat een kijker is. Ook wel eens mensen die sturen me ook een mail van hoi, kom moi. En dan denk ik, oh, dit is denk ik geen... Hey, Kimberly, Marjolein. Dit is denk ik geen kijker dan. Want kijkers zeggen altijd hoi, Charlotte. Ik ga die pakketten even hier leggen, want anders gaat het niet in die zak passen. Nou, oké. Het gaat best hard zo. Goed bezig. Oeh, doei. Oh, sorry, ik ben heel moe. Het is 10:55 en ik ben eindelijk klaar. Dit is het. 48 orders. Hoe ik dit morgen allemaal ga meenemen naar de auto voordat ik ga werken, weet ik niet. Want ik ga het dus naar mijn werk versturen. Die mand zit gewoon compleet vol. Dat is niet normaal. Nu ga ik heel snel mijn bed opmaken. Eerst een molten, dan onderlaken, dan dit nog. En dan kan ik eigenlijk lekker slapen. Het was een beetje te veel deze week eigenlijk. En aankomende week best wel een drukke week met veel observaties. Dus ja. Aankomende week moet ik even iets rustiger aan doen. I know, het was echt een beetje te veel hooi op mijn vork. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar de weekvlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen als je me leuk vond. En ik zie jullie volgende week weer.